Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Ik ga vandaag proberen om weer wat van zilver te maken. Ik heb het een keer of 20 geprobeerd nu en bijna alle 20 keer is mislukt. En elke keer leer ik weer wat bij. Elke keer denk ik van oké, dat is dus niet goed. Dat moet dus anders. Het moet dus zo. En elke keer denk ik dat ik het gevonden heb en elke keer valt het toch weer tegen. Het is gewoon veel moeilijker dan dat je denkt. Sandcasting. Sandcasting, dat is eigenlijk gewoon een mal maken in klei. En dit is Dallas klei. En daar zit ook olie in. En die olie die zorgt ervoor dat het een beetje plakkerig is en niet verbrandt. En ja, de dichtheid lekker groot is. Nou ja. Als eerste, ik nam altijd veel te weinig tijd om dit goed fijn te maken. En als dan het gieten alvast niet lukt, dan heb je dit niet fijn genoeg gemaakt en dan zit het er ook niet strak genoeg omheen. Dus dan heb je een hele korrelige mal en dan krijg je dus ook een hele ruwe oppervlakte van je zilver. Ik weet niet of jullie kinderen hebben, maar je kan bij de speelgoedzaak kan je Kinetic Sand kopen. Dat is heel traag, valt dat uit elkaar. Dat is net een soort bol op. Daar lijkt dit een beetje op. Nou, dan gaan we hem vullen. En ook daar dacht ik van gewoon erin proppen en rammen. Maar ook dat is wel belangrijk als het een beetje gelijkmatig aangestampt wordt. Dat je dan gewoon veel compacter... veel compactere mal krijgt. En hoe compacter die is, hoe strakker de afdruk is. Dus ook dit ga ik gewoon met zorgvuldigheid opvullen. Wat ik als eerste deed, was precies in het midden. Nou, dat kan. Maar dat is, op zich is dat niet heel handig. Dus ik doe hem nu even uit het midden. Want dan kan ik hier gaan gieten straks. En dan moet hij ongeveer tot de helft ingedrukt worden. En dan het liefst gelijkmatig. Ja. Even goed inpoeieren. Volgende ring gaat erop. En dan gaan we even kijken waar de streepjes zitten. Er zitten twee streepjes. Hier zit een streepje en daar zit een streepje. En die twee streepjes die moeten exact gelijk zijn. En dat komt straks later van pas, want dan ga je de mol weer op elkaar zetten zonder dat het gedeelte erin zit. En dan moet het wel recht op elkaar zitten, anders kan je niet goed gieten. Nou, dan is die vol. Dan mag die van elkaar af. En dan moeten we, als het goed is, twee mooie helften hebben. Die hebben we. Tenminste, in ieder geval één mooie helft hebben we. En die andere zit er nog in. Het advies was om het gietgat zo dicht mogelijk bij je item te houden. Dus dat ga ik nou proberen om te doen. Zonder de mol te slopen. Dus ik ga hier al een gaatje maken. En dat doe je altijd van de mol af naar buiten toe. Omdat hier waarschijnlijk nou een groot gat zit. Ja. En dan hebben we een luchtgat nodig. En dat luchtgat dat zorgt ervoor dat als je hier erin giet, dat het niet door die gassen allemaal vacuüm gaat zitten en dat het niet verder loopt. Wat ik eerst deed was heel veel luchtgaten eromheen maken. Wat er gebeurde is, tot dit luchtgat liep het nog. Op een gegeven moment was het zo ver afgekoeld en verder als dit kwam het niet. Wat ik nu ga doen is, ik ga proberen om... Als jullie iets geks horen, mijn zoon is nogal fanatiek gamer en die zit hiernaast. Het maken van het gietgat heb ik ook al verschillende theorieën over gehad en verschillende dingen geprobeerd om te kijken van nou, wat is nou goed, wat is nou niet goed, wanneer is die goed. Het gietgat moet zo diep mogelijk
En de reden daarvoor is, hoe langer de afstand is dat jouw zilver door een gaatje moet, des te langer het de tijd krijgt om af te koelen. Dus het gietgat hoeft niet groot te zijn, maar moet in ieder geval zo dicht mogelijk bij je mal zitten. Uiteindelijk moet je dat stuk er toch afzagen, afknippen, afslijpen. Dat maakt allemaal niet zo heel veel uit. Maar dat moet in ieder geval zo dicht mogelijk bij je mal zitten. Dan zou dit er moeten zijn. Dan kreeg ik van iemand het advies om gewoon voordat je überhaupt begint met het vuur erop te gooien, gooi er eerst eens een laagje smeltpoeder overheen. En dan later in het smeltproces, dus als het bijna gesmolten is, gooi je er wat borax overheen. Dus dat komt later pas. Nou, dan gaan we als eerste maar eens proberen om dit überhaupt te smelten, want ik heb weer allemaal kapotte dubbeltjes en kapotte kwartjes en wat sieraadjes die kapot zijn en eigenlijk niet echt er meer toe doen. Nou, nog iets wat ik geleerd heb, is dat je moet wachten tot het echt heet is. Dus nou moet hij in één keer, hup, in het gat. Nou, kijk of het nou wel gelukt is. Als het nou niet gelukt is, stop ik ermee. Dan ga ik de volgende keer weer verder. Wow! Hij is gelukt! Je meent het niet! Hij is gewoon gelukt! Vet! Heel vet! Kijk dan! Dat is de gietsel! En dit is het originele. Hoe vet is dat? Ik weet natuurlijk nog niet hoe de andere kant eruit ziet. Het is de gietkant, dus misschien dat dat wel minder. Hij is in ieder geval nog goed heet. Kijk dan hoe die is geworden. Dit is de gietsel. En dit is het en dit is het originele. No, nice. Van een stalen naar een zilveren. Nou, die blok die haal ik er later af. Ik ga nu eerst kijken of ik dit een beetje bij kan veilen. Dat het er echt crisp uitziet. Kijk, je ziet hier nog de lijn waar het had moeten zitten. Dus. En hier zit nog een randje. Ga ik hem eerst helemaal bij veilen. En dan als laatste ga ik pas die blok eraf halen. Want dan kan ik hem mooi aan vasthouden. Nou, de laatste stap, polijsten. En ik ga eerst met de grove borstel en daarna met de fijne borstel. En ik gebruik daar hele fijne polijstpasta voor. Klein beetje erop. En dan polijsten maar. En dan met de fijne borstel.
Dan zitten er altijd nog in de kleine poreuze gaatjes, want 100% fijn krijg je hem niet. Zit altijd nog paleispul en troep. Dus ik leg hem eventjes in de ultrasoon. Is die helemaal 100%? Nee, natuurlijk niet. Is die gaaf? Ik vind van wel. Super geworden. Mijn eigen Thorhamer, de Hammer of Thor, van mijn eigen gevonden zilver. Mijn eerste project van de 20 die echt, waarvan ik zeg van oké, deze is gelukt. Dat was hem alweer, zilverkarsten. Doe even een duimpje omhoog, vergeet zeker niet te abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer weer, met weet ik voor wat voor video.